Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Nou, wij geven het vak burgerschap en we zijn door ProDemos, dat is een organisatie die politiek motiveert onder de jongeren, dat ze meer politiek betrokken raakt, uitgenodigd om hier het democratiespel te gaan spelen. Dat hebben we voorbereid, we hebben gekeken naar hoe de drie politieke lagen in Nederland zijn, dus hoe de Tweede en Eerste Tweede Kamer in elkaar zit, de provinciale staten en de gemeenteraad, hoe dat werkt. En hier kunnen ze meemaken, hier gaan ze een gemeenteraadsvergadering naspelen. Het is belangrijk dat wij in de gemeenteraad bespreken via de voorzitter. Goed, mag ik de VVD-woordvoerder uitnodigen om nog hier voor deze... De bedoeling is dat er interesse gewekt wordt voor de politiek en dat ze leren, in ieder geval hoe het in elkaar zit, maar dat ze het ook enthousiast gaan vinden en ook merken dat ze invloed kunnen hebben op de politiek. Dus dat ze ook invloed kunnen hebben op wat er in hun gemeente gebeurt. Gedeeld worden en is er ruimte om de wegen breed te maken. Ik ben van de A-fractie, mag ik eruit nodigen om dat toch hier plaats te nemen. Een extra budget zou kunnen worden opgesteld voor extra busbanen van en na het centraal station, zodat ze niet in de file komen te staan tijdens de spitsuren. De opmerking van D66 en dan met name gericht op het milieu is wel hele slimme. Er is vaak de mening van in de politiek, daar hebben we geen invloed op. Dat hoor je vaak onder jongeren. En ik hoop als ze dat alleen al meenemen, dat ze toch invloed hebben. Dat ze kunnen kiezen wie er in de gemeenteraad zit. Dat ze weten wat de gemeente allemaal kan doen en welke invloed je er zelf op hebt. Als ze dat meenemen, ben ik al heel tevreden. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, nee, ik had het eigenlijk niet verwacht dat het zo zou zijn. Maar ik vond het best leuk. En dan is het ook wel leuk dat je dan ook nog wint. Ja, ik krijg er zo wel een heel ander beeld van dan dat ik had verwacht. Dus dat is dan wel weer leuk. Maar ik kijk er nu wel anders naar dan dat ik dat eerst deed. Dus dat is al heel wat, denk ik, voor iemand die zo nog jong is en die er nog niet heel veel van af wist. Thank you.
zijn. Geef elkaar een goed hoe. Dat is de hoogste. Thank you.
some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Let's see, how do you get hold of me? I don't seem to have memories of us two. Evander, vanmiddag zei jij, weet je, mijn achternaam is IJsink en ik lust ontzettend graag ijs. Klopt dat? Ja. Nou, dan hebben we al eerst al voor jou dat je straks even lekker een ijsje kunt kopen met je familie. Dank je. Thank you.
Wat ben je dat? Maria. Oh, Midonna. Oh, Midonna. Emmalina girl. Emmalina girl. Oh, Midonna. Oh, Midonna. Girl, come go with me. Wacht. Waarom zingen we dit? Normaal vraagt een kapitein wie wil er naar de kant roeien. Nou, niemand natuurlijk. Ja, dat is een rotwerk. Maar wat zei hij nou? Hij zegt, er staan mooie vrouwen daar aan die kant. Dus nou denken ze dat die Madonna, ja, maar waar ze nou is, weten we niet. Dus daarom zingt het dat iedere keer. Goed, jongens, gaan jullie nog mee? Of? Oké. Ben ik er even niet bij en gebeurt het niet goed, jongens? Ja, toch? Ja hoor, gaat wel goed. Gelukkig. Blackbird, get up. Hiya. And she bring a tail. Hiya. Whitebird, get up. Hiya. And she do the same. Hiya. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Emmalina girl. Emmalina. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Girl, come go with me. Hiya. Wet my silhouette. Hiya. Oh, crazy wet. Hiya. Ought to feel a stick. Yep. Hiya. When the rain come down. Hiya. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Emmalina girl. Emmalina. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Girl, come go with me. Hiya. Real life is turning. Yep. Hiya. Turn a rolling. Yep. Hiya. U moet naar huis natuurlijk. Hiya. Girl, come go with me. Hiya. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Emmalina girl. Emmalina. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Girl, come go with me. Hiya. Blackbird, get up. Hiya. And she bring it to me. Whitebird, get up. Yeah. And she do the same. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Emmalina girl. Emmalina. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Girl, come go with me. Yeah. No. Oh,
Seemann, lass das träumen. Denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Ik zat vandaag weer eens aan het water. Ik dacht aan nu en ik dacht aan later. De wind is spul met het blad. Zonnestroom viel op het pad. Schaar van de bomen dat in het water doorspiegelt. Een prachtige natuur, zo mooi regeld. Het leg van de zonnestroom met grillige kleuren. Een vogelke dat zich op een tekstje zit op te vleuren. Dan denk ik... Dat leg zorgt toch zoveel weerde hef. Veel meer dan ik niet eigenlijk besef. Leg van de zonne, leg van de maan. Het grootste deel van ons bestaan. Leg in de ogen van onschuldig kind. Leg van de sterren die de aarde beschijnt. De kersen die soms bij mij op de tafel branden steekt. De vlammen die flakkert bij elk zuchtje wind. Leg voor nu en leg voor later. Bracht me aan denken door aan dat water.
Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Na het noodweer van deze week komt het opruimen en schoonmaken. Enschede was druk daarmee bezig. Ook op basisschool Het Zegelt aan de Meeuwstraat. De leerlingen hadden een dagje vrij, want het rioolwater stroomde de klaslokalen in. En daarom dus vandaag geen leerlingen in de klaslokalen, maar medewerkers van een schoonmaakbedrijf. Ze waren druk in de weer om de school weer toegankelijk te maken. De directeur zag gisteravond al snel dat lesgeven vandaag niet mogelijk zou zijn. Ik ging gisteravond even kijken, zoals ik vaak doe als er iets aan de hand is. Even checken op school, kijken hoe het erbij staat. Dus ik kwam hier gisteravond om, 9:30 binnen. En toen stond het blank. Ik ben begonnen met alle collega's. We hebben zo'n groepsapp, lekker handig. Alle collega's appen, joh, morgen gesloten. Willen jullie allemaal van je eigen groep alle ouders gaan bellen? Dus dat zijn ze gaan doen in overleg met elkaar. Heb jij die al bereikt? Heb jij die al bereikt? Dus zijn alle ouders gaan bellen en gelijk een nieuwsbrief op de site geplaatst dat we vandaag gesloten zijn. Twitterbericht eruit dat we vandaag gesloten zijn. En dat gaat eigenlijk heel snel. Het is volgens mij maar één ouder geweest vanochtend die het niet had meegekregen. Dus alle ouders waren gisteravond al op de hoogte. En wat zag je toen je binnenkwam? Water een beetje en dat we steeds heel vies zijn. We dachten gisteravond, het valt wel mee, want het is vooral in de gangen en in de wc's en in de hal. Maar er zijn toch ook twee lokalen ondergelopen, dus ik kan dat nog heel slecht inschatten, omdat we nog moeten afwachten of bijvoorbeeld de vloer het wel of niet houdt, of dat hij omhoog komt zetten en of de kasten aan de onderkant, of dat nog nat optrekt. Dat kan ik dus nog heel slecht inschatten. Maar wat vind je dan stiekem van dat je vandaag vrij bent? Leuk. En niet alleen bij basisschool Het Zegelt werd hard gewerkt om al het water na het noodweer weg te krijgen. Ook op andere plekken in de stad werd het water opgeruimd en de schade hersteld. We zijn de bomen aan het afdekken met een deken. En die zijn gisteravond omgewaaid. En we dat niet doen met de zon, dan droogt de kluit uit. Daarom krijgen ze ook water, anders waait die deken weg. Ze worden niet weggehaald, ze worden morgen weer overeind gezet. Geen alledaags beeld in Almelo deze keer. Boezekol uit Almelo loopt voorop in de ontwikkeling van machines voor de landbouw. Afgelopen week werd de Multitool gepresenteerd. Een nieuw soort trekker die in alle standen te veranderen is. Kort. Ja, we zien hier de Multitool-trek en daar zijn we er twee voor aan het bouwen. En de eerste die gaat volgende week wat testproeven doen, maar ze zijn allebei al verkocht. En na de testproeven hopen we deze eerste machine natuurlijk zo snel mogelijk uit te leveren. En vlak daarna zullen we nummer 2 afbouwen en de verwachting is dat die na de zomer naar de boer toe gaat. Wij denken dat elektrische tractoren inderdaad de toekomst is, zoals in vele toepassingen. We zien het in auto's, we zien het in scooters, zelfs in motoren, op boten. En ik denk dat uiteindelijk elektrisch ook voor de landbouwwerking een goede toepassing is. Er zit heel veel vermogen bij weinig toeren. Ik hoorde iets van een drone voor gewasbesproeiing. Ja, ook de drone is elektrisch. We zijn inderdaad met een grote drone bezig voor agro-toepassingen. We kunnen 150 kilo met die drone meenemen. Dus het is een vrij grote drone. Maar dat maakt dat hij gewoon veel toepassingen heeft. Je kunt ermee sproeien, je kunt denken aan lichte bemesting. Uiteraard ook camerabeelden maken. Maar goed, dat doen al heel veel partijen ook met kleinere drones. Daarnaast zijn we met dezelfde drone bezig voor de brandweer, zeg maar, voor bluswerkzaamheden, maar ook voor defensie. Denk aan beservicen van bevoorraden van afgelegen gebieden, waar je er toch slecht naartoe kunt met kolonnes door allerlei gevaren op de weg. En in ultimo, zeg maar, uiteindelijk ook repatriëring van mensen uit het veld. We zijn ook met een vliegwielsysteem bezig. We moeten denken aan een soort van grote batterij in de vorm van een kinetische batterij. Dus we zetten elektrische energie om naar kinetische energie in een draaiend wiel. En vervolgens werkt de motor als een dynamo en dan halen we de energie door het wiel af te toeren er weer uit. En het systeem heeft in de totale cyclus van energie opnemen tot weer afgeven een rendement van 95%. En we kunnen ongeveer een megawatt leveren bij een inhoud van een vliegwiel van ongeveer 50 kilowattuur. Uiteindelijk is het vliegwielsysteem niet erg geschikt voor, zeg maar, 24 uur energie opslaan.
is het meer voor de kortstondigere toepassingen. Denk aan enkele uren of zelfs op secondenbasis. En dan hebben we het vooral over echt peak shaving. Dus het afvangen van pieken in netten, wat interessant is voor netbeheerders. En u bent dan weer een hal aan het bouwen? Ja, dat is inmiddels de vierde hal. Die is puur bedacht voor de vliegwielenproductie. We doen dat ook in een joint venture. We hebben in de joint venture inmiddels de eerste commerciële contracten ook gesloten. Wat uiteindelijk de enigszins gok, maar dat moet je als ondernemer af en toe doen, die we genomen hebben, hiermee ook bevestigd is dat we het hadden moeten doen. Want de eerste order ligt er, ja. Dus voorlopig kunt u in Almelo nog vooruit? Voorlopig kunnen we nog even vooruit. Er is zelfs nog de mogelijkheid voor wat extra hallen. Dat moeten we een beetje bij de gemeente overleggen, maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Met een busje vol opnameapparatuur door heel Europa reizen. De Enschedese student en muziekproducer Maarten Berger doet het. Onderweg maakt hij muziek met de beste straatmuzikanten. De opnames daarvan zet hij online en zo promoot hij natuurlijk ook de muziek van die straatmuzikanten. Maarten Berger heeft net zijn testrit naar Zweden afgerond. En met succes. Zijn muziekbus moet deze zomer ook Schotland, Scandinavië en diverse landen in West-Europa trotseren. Beladen met opnameapparatuur gaat Martin op zoek naar de beste straatmuzikanten van Europa. Ja, waarom Europa? Ik wil het project gewoon in Europa doen. Omdat ze gewoon eigenlijk Europa best klein gebied zijn. Met heel diverse verschillende culturele groepen. En ik wil gewoon ook eens maar kleinschalig. Maar een beetje proberen Europa een beetje bij elkaar te krijgen door mijn project. Gewoon laten zien dat we juist eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Maar een beetje anders. Ik studeer muziek, media muziek op ATES hier in Enschede. En ik heb in 2014 heb ik met een straatmuzikant uit Groningen, toevallig heb ik hem via Dumplot gezien, heb ik een plaat opgenomen. Christian Mauer heet die kerel. En nou, ik dacht zo van, nou, die talenten, want hij speelt gewoon, heeft nooit een opleiding gedaan of zo, maar hij speelt gewoon zo goed en zo authentiek. Ja, die mensen heb je overal in Europa, maar die kent ook niemand. En dan dacht ik van, nou, misschien moet ik eens op zoek gaan naar die mensen en ook met hem iets opnemen. Ja, ik wil eigenlijk graag vanaf van die ijslogo's nog een keer. Maar dat is heel veel werk. Maar ik wil wel nog iets unieks hebben. Dat je gewoon ziet, oké, dat is gewoon het busje. Dus van, oh, dat is Smells Like Van Spirit. En dus ik was van plan dat mensen gewoon hier graffiti op kunnen doen. Zodat het een soort van street artist project wordt. En daar ben ik hier nog bezig. En mocht er iemand kijken, bel me. En dan krijgen we het voor elkaar. Ik wil zo snel mogelijk beginnen. Maar als je het goed wilt doen, heeft het nog best wel tijd nodig om het goed te doen. En ik ben nu nog aan het afstuderen. En ik ga in augustus nog een keer naar Schotland voor een uitgebreid test. Waar ik dan ook gewoon nog een teaserproductie moet maken. En ik heb dus nog wat geld nodig. Dus daar komt nog een crowdfunding in augustus. Daar ben ik nog een voorbereiding mee bezig. En als het goed gaat, ga ik in september op pad. Ga ik gewoon echt dan Zuid-Europa. En dan is het ongeveer over 1 jaar ben ik dan klaar. Ieder jaar vindt in Haaksbergen een samengestelde manwedstrijd plaats op de wedstrijdterreinen van ponyclub De Sterruiters. Er wordt deelgenomen door ruim 120 combinaties van enkel, twee en vier spannen met paarden en ponies. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Op paarden klappen in de twee minuten. Da, da, da. Laten we even rustig weer. Kisses are the only doubt. Listen up for your lies. Just breathe, don't drown your heart, baby, just breathe, don't drown.
jaren. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en natuurlijk ook het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.